De oppositionele partijen zullen zowel nationaal als internationaal stappen ondernemen om aandacht te vragen voor de vele incidenten die tijdens het verkiezingsproces hebben plaatsgevonden. De VHP heeft naar aanleiding hiervan samen met de NPS, ABOP en PL vanmorgen een persconferentie belegd in de Anthony Nesty Sporthal. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er zich gisteravond een incident heeft voorgedaan waarbij geprobeerd is dozen met procesverbaal te laten verdwijnen. Een van de eerste stappen is volgens de VHP-voorzitter dat het OKB in een procesnota opgeroepen zal worden om haar gezag te gebruiken en op te treden. Nu moet OKB optreden. De grens is gepasseerd. Dat je nu met alleen maar statement moet komen. Nee, je moet nu optreden. Tweede is dat we nu juristen bezig zijn om een klachtbrief te schrijven naar de procureur-generaal. Met vermelding van de ernstige strafbare feiten die tot nog toe geconstateerd zijn. En dat de procureur-generaal grondig een onderzoek zal moeten instellen. Derde is dat we de internationale waarnemers inmiddels geïnformeerd hebben. Want een paar van de waarnemers hadden hun statement al gegeven zonder dat het werk afgerond was. Zonder dat het telproces afgerond was. En gelukkig krijgen we net het bericht dat OAS inmiddels besloten heeft om nog langer te blijven in Suriname. En dat is een stukje geruststelling naar ons toe dat er internationale waarnemers hier zijn. De ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, die gisteravond ter plekke was, deelde mee waarom deze vier partijen hebben besloten de aandacht van nationale als internationale instituten te vragen voor deze zaak. Hij haalt aan dat men geprobeerd heeft dozen met processenverbaal uit de Anthony Nesty Sporthal weg te dragen. Zeg maar, alle dozen daar in die... In de kamer daar, hebben ze die dozen gezet. Dus ik kom, ik zeg, DC, wat is aan de hand hier? Die mensen zeggen dat er dozen zijn meegenomen. Ik zeg, maar, hoe kan dat? Kijk, alles is afgekrendeld, niks kan weg. Ik zeg, ja, maar dat zie ik ook, maar die mensen hebben me gebeld, overstuurd. Wat is aan de hand, DC? Nee, man, bravo, niks nog sa. Weet ik, DC is ernstig. Er is niks gebeurd. Toen zijn al die mensen naar daar gekomen. Zeg, bravo, maar je kijk ook voor mijn video. Kijk, die mensen hebben die meegenomen. Ik vind een telefoon geven. Een van de personen heeft die telefoon gekooid. Heb ik gezegd, DC. Maar kijk, die mensen hebben dozen naar binnen gebracht. En ik ga naar binnen. Ik ga kijken. Nee, niemand is bevoegd. Ik zeg, ik ga naar binnen. En ja. Toen zeiden allemaal, ja, bravo, go. Ik zeg, deze, ik ga naar binnen gaan kijken. Nou, maar meneer Brunswijk, er is niks binnen. Na een minuut zo halen en getrekt, zeg van, nou, er waren twee dozen, dat gebracht, maar zijn procesverbalen. Ik dacht, maar je hebt me gezegd, dat zijn geen dozen gebracht, ik ga nu naar binnen gaan kijken. Dus ik liep naar binnen en hij zegt, oké, jij alleen mag naar binnen. Dus ik ga met hem naar binnen en we hebben een inspecteur daar gezien. Ik zeg, inspecteur, je moet met mij naar binnen komen, want er zijn dozen daar. Dus Ugo. Daar aangekomen, zagen we die dozen zijn open. Ik zeg procesverbaal, alles is open. Ik zeg maar, deze, maar wat doen deze dingen hier? Ja, we dachten we moeten die dingen hier brengen. Terwijl we al die informatie hebben dat ze alle procesverbalen gaan meenemen. En dat er geen procesverbaal zou zijn vandaag. En dat alles in de war zou zijn. En ik ben hier gebleven. En nadat dit plaats heeft gevonden, hebben ze gaan het gebouw in brand steken. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie in de Anthony Nesty Sporthal over de vele incidenten binnen het verkiezingsproces en de voorlopige stembusresultaten. De VHP, ABOP, NPS en PL vragen zowel nationaal als internationaal aandacht voor deze incidenten. Intussen heeft Walter Bouterse, kleinzoon van president Desi Bouterse, alle beschuldigingen aan zijn adres tegengesproken. Hij benadrukt dat hij op dat moment niet daar was. Het is helemaal niet waar. Ik was die dag helemaal niet daar. En als het ware hebben ze dus uit hun duim gezogen. Maar hoe zijn ze dan op uw naam gekomen als u niet daar was? Dus dat vraag ik mezelf ook af. Maar tegelijkertijd wordt mijn naam constant genoemd. En vaderlijk beschuldigd al een hele tijd. En ik vraag me ook af dan, hoe kom je op de naam Walter Bouterse als je niet deed was? En dat is elke keer weer, en ik heb natuurlijk geen antwoord daarop, al die keren die beschuldigd geworden van dingen die helemaal niet waar zijn. En
Wat gaat u dus nu doen? Ik heb begrepen dat u naar de politie bent geweest om een klacht in te dienen. Ja, ik heb aangifte gedaan ter zake van smaad en laster tegen dus de Hebreeuwswijk en die social media sites om dat te corrigeren. Wat moeten ze dan precies doen? Ze moeten het corrigeren, rechttrekken en dan ben ik klaar met de zaak. Het gaat om mijn naam. U hoorde Walter Boutersen over de beschuldigingen aan zijn adres. Hij ontkent een poging te hebben gemaakt de Endenynesti Sporthal in brand te steken.